Hey hallo, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe visvideo. Vandaag ga ik lekker niet skiën, maar snoeken. En ik heb er echt knijts van zin in. En ik ben niet alleen vandaag. En we hebben vandaag een challenge. Dus het gaat heel erg leuk worden. Jongens weten nog niet wat de challenge is. Ik zal ook even laten zien met wie ik ben. Hallo Sander. Yo. Waarom ben jij lang? Ik ben zo geboren, man. Oké, mooi. Wat gaan we doen vandaag? Visvangen hopelijk. Oké, nice. En jij? Ja, ook visvangen? Ik ook, ja. Oké. Het is de Deutsche. Alles goed? Ja, gaat lekker. Lekker, man. Lang niet gesproken, hoor. Ja, zeker. Maar binnenkort gaan we dan een tripje doen, hè, maatje? We gaan naar Egypte. Ja, wat heb je trouwens voor moois, hé? Ik heb een mooi nieuw setje. Zo. Je raadde het setje. Ja, die heb ik ook, dus. Die heb jij ook? Ja. Nou, daar heb jij goede smaken. Ja. Een megawashengeltje. Oh. Spinnenbeetje eraan. Oh. Lekker licht vissen in de poort. Ja, maar jij bent de laatste tijd heel veel aan het doen, hè? Ik ben de laatste tijd heel veel aan het doen. Je bent heel veel vis aan het vangen. Ik ben heel veel vis aan het vangen. Ja, dus ik ben benieuwd of ik die vandaag in stand kan houden. Hé, hey, maar boys, ik heb iets moois voor jullie. Oké, ik heb dus bedacht, ik zou laatst op windsport gaan. En daar had ik wat voor besteld, voor mij en Michel. Was niet op tijd binnen, maar ik vond het zonde om er niks mee te doen, want ik heb er wel voor betaald. Nou heb ik dus bedacht, degene... Ik heb er twee van bijna. Degene die de meeste snoeken heeft vandaag. Oké, ik. Zeg maar, het kan per moment verschillen. Okay. Die hoeft niet te dragen. Maar degene die zeg maar nummer 2 en nummer 3 staan, die moeten het wel dragen. Dus we hoeven nu nog niks. Er is nog geen snoek gevangen. Ja, maar dit is vals, Zodra één iemand de snoek heeft gevangen, moet je deze aan. En ik wil ook dat je hem aandoet. Kijk. Niet! Ja. Ik denk als je hier twee dreggen in hangt, dat je nog een snoek kan vangen. Nee. Ja, maar in ieder geval, zodra iemand een snoek heeft gevangen, gaat deze dus naar de nummer 2 en de nummer 3. En zo gaat het dus steeds door. Dus als je... Ben er maar van steven aan. Dus degene die zeg maar aan het verliezen is, die heeft gewoon ten alle tijde deze muts op. Ja. Hey. Het is wel lekker warm. Hoe staat hij? Ja, prachtig. Hoi. Zijn er lichtjes aan? Nee, nog niet. Mijn klik. Heftig. Nou, dit is top. Laten we gauw gaan vissen. Ik heb er heel veel zin in. Het wordt lekker weer. We gaan een beetje pollen snoeken. Ja, helemaal super dit. Goed. Hier voor die duiker ligt er een man. Een hele dikke. Ja, ik heb best wel een paar. Zo, het is echt koud man. Mijn oren die vriezen eraf joh. Ik weet niet waarom, maar ik heb zo'n gevoel dat Sander het de eerste gaat vangen. Hey Leon. Oeh, heb jij een mooie tang in je broekzak? Ja, die tang had ik dus ook en toen ging hij in het water. Eigenlijk zou je nu een aanbeet moeten hebben gehad. Ik weet niet man. Het ziet er echt mooi uit man. Dit is hem niet, hè? Het is trouwens diep ontsloten waar goed is. En hier dit kruispuntje is mooi. En het bruggetje is mooi. Dus, okay. Maar Sander gaat even uitleggen, wat gaan we nu doen, Sander? We gaan onszelf afvragen waarom Leon een boei heeft ingeslikt. Heb je zijn wangen wel eens gezien? Boeiend. Oh ja. Waarom staat mijn GoPro niet aan als dit gebeurt? Leon, wat doe je? Ja, even de grond van wat dichterbij bekijken. Gast. Ja, het stond er zo die vlees uit. Waarom staat dat er niet op, hé? Ga hem halen. Ga hem halen. Je weet waar die ligt. Doe je op. Verder. Je ziet de belletjes. Verder. Daar. Ietsje terug. Oh, hij heeft hem! Wat heb je gedaan? Ik gooi mijn aas erop. Nice. Ik dacht even heel behendig een worpje te maken, maar het liep niet zo goed af. Is je broek vies? Nee. Goed bezig man. Camouflage. Goed bezig. Nou, dat was polletje nummer 1. Wat we vandaag gaan doen is we gaan heel veel
stekjes af. We gaan heel veel rijden met het wagentje. En als er geen snoeken zijn, dan gaan we verder. En we proberen een beetje nieuwe stekken te vissen. Stekken waar we nog nooit zijn geweest. Toch? Ja, dat klopt. Ja. En we hebben nu een aardig stukje afgevist. En we hebben nog nul vissen gezien. Dus niet best. Nee. Ja. Dus we gaan weg hier. We gaan naar andere plekken. We gaan weg kan loose. Ja, niet normaal. We gaan lekker snoeken vangen, maar niet hier. Jij bent 2,9 meter en je gaat hier vanaf. Ik ga hier vanaf. En mijn hengel. Wee. Ja, normaal, dat wil niet afvallen. Nee, stop. Dank. Aangezien zien we niks van, hè. Oké, dat was even een mooie break. Laten we weer gaan vissen. Dit gebeurt er als je niks vangt, hè, met ons. Dit is helemaal reet, jongen. Niet normaal. Gaat het? Ja, wel een beetje. Ja, gaat het? Dat was een last. Ja. Nee, je zit straks bij mij in de auto. Dit stukje ook, jongen. Dan wordt hier wel gevist ook. Ja, maar niet veel. Hier is wat plat gelopen, hoor. Oeh, dit hoekje ligt helemaal vol met witvis. Ja! Mooie, ah, los! Goeie vis hoor. Grote vis. Ja. Wat, hij heeft mijn skirt ermee gebeten. Zo, dat was een goede aanbeet. Oké, Sander mist er ook een. Ah, gewoon mijn skirt helemaal afgebeten. Ik heb nog nooit gehad. Hangen? Lekker gast. Sander heeft hem. Sander heeft er een. Lekker gast. Mooi vis. Zo. Ja, goeie vis. Zo, voor de polder. Hou op. Deze man. Dat is gewoon 80. Ja, maar zo'n soort vis miste ik dus net ook, hè? Dat is wel balen, hè? Is je niet baalt, Daniel? Ik baal wel. Zo, maar dit is echt een sterke vis, gast. Kijk hem. Waar is je aasje? Ja, weg. Gast. Alsjeblieft. Ja, jij ook? Ja. Gast. Oh, een dikkerd. Wat ziek, gast. No, maat. Waarom sta ik er nou weer niet bij? Jezus. Kijk eens even. Ja, je bent aan het bloeien, maat. Ik zie het, ja. Jezus. Staart iets naar mij? Knijt de zee. Mooi, hè? Vet vis, hè? Ja, supermooi, man. Hij is mooi gekleurd, ook. Heel mooi. Kijk. Tjoek, tjoek. Wat? Je bent aan het bloeien, maat. Ja, ik merk het, ja. Zo. Mooi gehaakt ook. Hij zou toch niet haken? Nee, de eerste keer niet. De tweede keer wel. De tweede keer wel, ja. Nou, de eerste is binnen. Gelijk dikke tachtiger. Mooi vis. Wat? Jij bent goed bezig, Jaapie. Nice. Hij mag terug. Lekker, man. Ik dacht ook, jij bent lang bezig met drillen. Echt een hele mooie. Yes. Lekker, gast. Nou, dan mag ik ook met je op. Nou, weet je wat ik chill is? Dat we midden in een boomwijk zitten. Ai! Dus, ja. Ik word er aangekeken. Oké, okay, nou, ik ga hem ook opdoen. Mag dit ook? Ja hoor, voor mij wel. Ik ga ook een mutsje opdoen. Nee, ik draag hem met trots. Lekker, maat. Hé, hey, we hebben de eerste, maar het was ook echt een supermooi vis. We hebben er wel op dat rare ding. Ja. Tjoh, wat een lul ben je. Ja, ik mis er dus één. Sander heeft er één. Sander miste hem eerst, daarna ving hij hem. Super nice. Ik ga ook mijn konijnenmutsje op doen. Ja, lekker. Eerst weer spinnen. Yes! Goed, next spike. Ja! Ik heb hem! Nee! Fuck!
Sander, ik heb je lange arm nodig. Kom maar, konijntje, kom maar. Wiebelen, wiebelen, wiebelen. Ik ben heel blij dat we die woonwijk uit zijn eigenlijk. Ja, hè? Ja. Die meneer ook, wat zie je er mooi uit? Hoog me wel een beetje beter dan jij er precies zo uitziet. Ja. Oeh, de balanceerbalk. Misschien ligt hij er tussenin, hè? Nee, maar nooit. Leon, ja. Realiseer jij je dat wij straks als we gaan eten, dan moeten wij bestellen met dat ding hoor. We hebben tot en met de auto om allebei een snoek te vangen. En dan moet Sander niks meer vangen, anders moeten wij gewoon die muts op. Ja. Maar kunnen we niet even samen doen? Dat we gewoon zorgen dat we allebei twee snoeken vangen nu? Ja, dat is goed. Dat Sander als eentje. Dat lijkt me super. Ja, dat is top. Ja, dat is top. Oh, ik mis er één! Oh, is het erachter? Oh, twee keer en dan volgt hem. Nee, kleintje. Oh, gast, ik mis hem twee keer, gek. Ja! Oh, weer mis! Nee! Nee! Leon. Ik heb er één. Wat een monster! Ja! Nee, joh! Ja! Ja! Shit, let's kijken dan. Jeetje, wat een joepel. Hij is wel mooi. Maar ik ben echt heel erg blij mee, omdat mijn muts nu weer af is. Ah, mooi visje. Lekker gast. Ik miste net gewoon drie achter elkaar, drie keer dezelfde. Ja joh. Ja. Is het niet koud? Nou, die gaat weer terug. Nou, dan ben ik weer degene die overblijft met mijn muts. Nou, ik moet nog snel mijn best doen, we zijn bijna bij de auto. Als ik er nou nog één vang, kan die af. 1 minute 37 seconds later. Wat? Heb je er één? Nee joh. Heeft hij er één? Nee joh, wat een gast. Deze telt niet. Deze telt niet. Nee. Nee. Sander. Ja. Dat ding dat haakt helemaal niet. Wat heb je nou weer gevangen? Wacht even. Schrik op mijn mel. Hij trekt er gewoon weer een snoek uit. Je bent echt een rotzak. Ik ga snel doorvissen, want ik wil die muts niet ophouden. Tenminste, als ik er nu een vang, dan moet Leon hem ook op. Dus ja, dat geeft mij voldoening. Dat is wel beter. Ja, ja. Hij haakt ook gewoon weer met dat ding. Dat ding haakt echt super. Ah, je bent lomp jij. Je bent lomp. Hè? Je bent gewoon lomp. Jongen! Waarom? Nou, maat. Weer! Hij is ook gewoon echt mini. Geen centimeter groter dan net. Eindstand staat nu 2-2, 0. Ik heb 0 snoeken, ik heb al 5 aanbeten gehad, 5 of 6. En er blijft gewoon niet één hangen. Het is echt bizar. Leon vangt mini snoekjes. Ik krijg een grote erop, 2 keer. En deze jongen, die vist met een offset verstopte haak in een shed. Nou, ik weet niet hoe die het doet, maar mij lukt het in ieder geval niet. Ik pak nog één stekje, dan gaan we even wat eten. Maar het lijkt erop dat ik met mijn prachtige muts op straks eten moet bestellen. Maar je gaat natuurlijk niet op zo'n schermpje bestellen, toch? Nee. We gaan toch gewoon lekker we aan de kassa bestellen. Daar bestellen. Kom maar dan. Kom. Nee, wel even interactie. Ja. Met de oortjes. Hallo. Mag ik bestelling? Ja, zeker. Mag ik voor jou, doe maar een spicy. Doe maar een spicy met chicken. Ja. Doe maar, wil je een Big Mac? Ja, wel binnen. Vreselijk dit. Verder van Sander? Ik vind het wel mooi. Ik heb een challenge voor. Ik moet hiermee de ronde lopen. Hoi. Dat mag jij. In ieder geval, ik ga zo meteen heel veel vis vangen. Ik ga er 3 vangen. Jullie vangen dan niks bij. En dan moeten jullie met een mutsje op. Wie het laatst lag, lacht het hardst, toch? Zeggen ze altijd. Best. Oh. We kunnen ook gewoon zeggen, jij vangt er nog 3, ik vang nog 1 bij. Dat is ook goed, toch? Deal. Doe dan. Dan vang ik er nog 2, ja? Nee. Nee. Gast, haal mijn hengel er eens uit, man. Hey. Ken je er wel bij of niet? Francis, zeg eens dat Sander mijn
Engel uit de boom moet halen. Ben je erbij? Ik kan er niet bij! Kom op, snoekies. Kom op, snoekies. Laat jullie zien. Wat? Ja, wacht. Die is nog heel mooi, hè? Hier ligt er een. Ja, oh! Hij pakt hem nog wel een keer, Ja, dat is veel, man. Ja. Is de telefoon nog meer camera? Nee. Ja. Hij ligt hier op midden, ligt hij. Maar misschien wil hij hem wel als ik hem straks langs het kantje trek. Hij ligt hier ergens, denk ik. Hier was wel gewoon een vis van rond de 75, 80, denk ik. Ja? Ja, dat was een goeie. Dat is een goeie vis. Ja! Oh! Oh! Jagen! Jezus! Wat leuk! Zo'n dikke vis, jongen! Ik denk dat het dezelfde is die ik had gezien. Nee, het gaat even niet. No, maat! Fantastisch, hoor! Oh! Ze zijn heel sterk hier, met de stroom. Yes! Dikke vis, jongen. Yes, gast. Goed op? Jezus. Er echt goed op. Wat is dit voor een bak dan? Zo, lekker, maat. Oh. Ja, maak hem maar los. Kijk eens even. Ziekelijk. Mooie, man. Ziekelijk. Echt een mooie vis. Mooi tachtiger. Mooi dik. Mooi sterk. Maar vooral die aanbeet. Ik kijk mee, ja, het is echt, echt gruwelijk. Zonne, kun jij een foutje schieten? Buffel. Dit is wel echt een buffel voor in de dit polder, hoor. Dit is echt een mooi vis. Een plaatje? Oké, daar gaat-ie. Nee, joh. Nee, joh. Ja, toch! Ja! Lekker, boys. Hey, Mr. Schnitzel. Jezus, god, ben jij een unit geworden? Hey, lange. Hey, korte. Ik dacht, ik moet hier maar eens even kijken. Ik had Leon echt net geënt. Jezus, maar wat heb jij gegeten? Ja, getraind, jongen. Ja. Sorry. Wietse gaat meevissen. Ja, zeker. Boy, alsjeblieft. Ja. We hebben een afspraak. Degene met de minste snoek, hè? Die heeft de minste snoek. Hoe lang moet ik hem dragen dan? Totdat je niet meer de minste vis hebt. Hij heeft twee, Dus als jij er nu één vangt... Dan moet hij er ook één op. Ook één op. Ik weet waar ze liggen. Dit is goud. Wietse vis dus even mee. Ik heb trouwens een klein beetje bloed van die snoek van net. Maar dat maakt niet uit. Ik heb even geen petje meer op. Hey! Hey, Wietse. Maar jij vist eens even mee. Ja, ik vis even een klein stukje mee. Ik wil jullie laten zien hoe het moet. Oh, ja, is goed. De wanhoop is er weer. Ja, hij is helemaal kapot gebeten van de vorige keer, maar... Nice, man. Hé, hey, gezellig. Ik had jou niet verwacht hier, vanuit Friesland. Ik ook niet. Ja. Kom je wel vaker in Groningen dan? Hoele. Hey, Wietse, staat je goed, man, die hoed? Ja, lekker, man. Ja, stop. Maar hij is ook lekker warm. Ja, dat is hij zeker. Hey, joh. Lekker, Sander. Lekker. Wat een bak! Wacht even, er ligt er nog één hier. Ik denk dat je het allemaal doen. Nou, je moet maar even vangen, hè? Dan moet je allebei terug. Nee! Ik moet er snel één vangen! Ik moet er snel één vangen! Lekker, Sander! Lekker, Sander! Legend! Hij is er weer eentje, hoor! Doei, Sander, we gaan snel rennen. 1 minute 37 seconds later. Nee! Mooi, hoor. Nee! Mooi, hoor. Nee, Leon! Gast! Nee! Gast! Sick! Lekker! Hij is van dik ook. Ja, joh. Gezond vis. Ik kan hem gelijk rechtstreeks neerleggen op natte gras, Sander, als je wil. Holy shit, gast. Het is wel echt even een mooie vis, man. Hier ben ik heel blij mee. Jeetje. Eerste fatsoenlijke visje van de dag. Kopie naar mij. Oh, maat. Lekker, hoor. Heel nice, gast. Hey, tik hem aan. Nice. Mooi vis. Lekker, maat. Mooi, man. Woe.
gebeurde er? Hij pakt hem in de lucht en hij vliegt weer in het water. Wat gebeurde er? Ik had hem zelf gezogen, zo uit het water. Ja? Hij pakt hem uit de lucht. Hij pakt hem uit de lucht, joh. En dan nooit gezien. Ja! Ah, nou is hij! Ja! Hey. Ja! Zo, gast. Ongekend. Kijk, supermooi vis. Lekker hoor. Woes. Oh! Zo. Oh, een hele lijn aan piercing. Ja! Ja, nee! 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 Oh! Ja! Yes! Ik heb hem, het is diezelfde. Ik heb hem. Ik heb hem. In de mini. Pike bikini. Lekker hoor. Hey, deze is veel waard. Hoppa, boom. Mooi snoekie. Yes! Ah, wat goud jongens. We hebben er nu alle drie. Hebben we er drie? Wietse heeft er nog nul. We hebben wel een aanbeet gehad net. Maar wat lekker, hey Leon. In de pocket. Maar nu spannend. Nu allebei op één. Ja, allebei één. Oh. Hij zo meteen natuurlijk. Jij zit straks met een muts op. Jij zit straks met een muts op. Ja, ik ben de enige die het nog niet op heeft gehad, jongen. Ja, maar jij hebt straks een muts op je hoofd, jongen. Een lelijke. Hij heeft ook een muts thuis zitten. Maar... Kijk Rochelle Daniels video's. Knip er niet uit, hoor. Hey Wietse. Ja. 3-3-3. Ik moet er even eentje vangen. Ja, ik gun jou die laatste. Ja, en dan trappen we... En dan zijn we op, hè. En dan ga jij straks naar huis. Zie... Ja. Bijna. Oh, bijna. Jullie willen hem zo graag bij mij op mijn hoofd. Yes. Nu wordt hij fanatiek, hoor. Nu is het 3-3-3. Nu wordt hij fanatiek. Maat, mazzel. Thanks, was gezellig. Ik geef deze terug aan Daniel. Dan moet Daniel er eentje uit te zoeken. Ja, is goed, maat. Best. Oh, ik heb nou al zin in je video, jongen. Is goed, man. Hé, hey, tot de volgende. Spreek je later, goed. Lijkt het. Zit jij onder een brug? Jij nog gedaan? Oh. Lucky, lucky. Ja, ik merk het. Ik Hey. Ja? Ja! Nee! Nee! Maat. Nee, wacht, dat kan niet. Ah, ik word genaaid hier, jongens. Ik had met vissen ga ik hem halen. Ja? Ik heb een hengel al lang aan. Ja, nee! Ja, gast, hey, we hadden afgesproken, zouden hij wachten, toch? Niet. Hij telt niet. Nee, ja, hij telt niet. Dat was eigenlijk het woord wat ik wilde doen. Zo, daar verder. Oh, naaier, jongen. Hij telt niet, Sam, dat weet je. Oh, nee, ja, tuurlijk. Tuurlijk telt hij wel. Jongens. Oh, je bent echt close. Sander die zegt, wacht even jongens, ik ga hem wel halen dat aasje. He, dat zei hij, wacht dat even. En toen zei hij, hij telt niet als je als nu even vangt, dan telt hij niet. Ja, en daar was het knopen, ja, dan telt hij wel. Ja. Wel een mooi vis. Wel binnen. Lekker maat. 4-3. Weet je wat dat betekent? Oh my god. Roep aan. Voor mij. Ja, doe mij niet. Dit ga ik echt niet opnemen. Nou. Zo, jij je bent, hoort waarschijnlijk niks met de wind. Man. Jawel, jawel. Okay. Je bent een lul. Ik heb een beetje vals gespeeld. Ja, what the fuck. Dit is eigenlijk, telt het niet. Oh man, ja. Ik ben wel een beetje teleurgesteld. We gaan er snel nog eentje vangen. Ik wil zo... Ah, man.
Ik doe mijn camera weg, gaan we verder met vissen. Maar je bent wel een naaier. Ja, maar ik heb wel iets binnen beter gekregen. Ja, maar je bent wel een naaier. Bedoel je? Wat doe je nou, joh? Ja, deze ben ik kwijt. Kom maar. Wil je nou boos campen? Nee, joh. Ja. Gast. Nee, joh. Nee, joh. Hij zegt, word je nu boos als ik er een van? Nee, joh. Ik word wel boos als je er nu een van. Ja, dat mag niet, want je hebt al gezegd dat je niet boos bent. Ah. Wat een gast, jongen. Nee, joh. Word je nu boos als ik er een van? Thanks, maat. Oh, wat een gast ben jij, jongen. Sorry, maar ik voel me hier een klein beetje lullig over. Nee, maakt niet uit, maakt niet uit. Maar goed, word je niet boos als ik erin vang, zegt hij. Nee hoor, ik word niet boos. Ik ben wel teleurgesteld. Dat is het worpje wat ik wilde maken. Ik was naar voren gelopen om dit worpje te maken en hij vangt hem. Maar ja, mag je niet op je petje weer af doen. Hier, ga maar. Dankjewel. Lekker maat. Nice, man. Hey, snoep nummer 11. Gasten, jullie zijn gasten. Ik ga snel even. Doei. Zo, het begint een beetje te waaien. Oh. Ik waai nog net niet mijn broek uit. Maar ja, het staat dus nu 4-3. 4-4-3. Ik ben de enige die nog met de muts rondloopt. En het is 5 uur en over een half uur is donker. Ik schat mijn kansen klein in dat wij Sander nog in een muts krijgen vandaag. Ja, kut. Maar ja, maakt niet uit. We gaan nog naar één plekje. We gaan daar nog even proberen. Misschien heb ik er daar nog twee van. Kijk of Sander is nog in de muts. Ik weet het niet. We hebben in ieder geval een lekker dagje, want we hebben al 11 snoeken. Maar dat is niet verkeerd, toch? Nee, zeker niet verkeerd. Ik ben echt niet klaar. Hey Sander. Ja, jongen. Je bent lelijk. Ja, dat hoor ik wel vaker. Maar heb je nooit geleerd dat het niet aardig is om mensen ermee te pesten? Nee. Nou. Leon. Ja. Wat moeten we ervan zeggen? Wat moeten we ervan zeggen? Ja, ik vind het heel jammer. Ik ben wel gelijk geëindigd met Sander. Tot dan weer wel. Maar eigenlijk is je gewoon een vals speler. Eigenlijk heb jij gewonnen. Eigenlijk wel. Maar ik had nog weer twee mini-sneakjes, dus... Ja, dames en heren. Jullie zien mij nog steeds met een mooie pet op. Ik heb verloren. Maar ik mag hem afdoen, want onze visdag is voorbij. Ik heb heerlijk gevist. Marna, tik hem aan. Tik hem aan. 11 snoeken. Niet slecht. We hebben gewoon 11 snoeken gevangen, dat is helemaal top. We hadden er nog veel meer kunnen hebben. We hadden er zeker 15 moeten hebben eigenlijk. Maar ja, weet je, die grote van mij die twee keer eraf ging. Sander wilde ook niet meer terug naar die stack, want ik dacht, Daniel vangt hem daarna de derde keer sowieso. Ik wou het niet met zoveel woorden zeggen, maar het was wel een dikke bak. Dat was wel de grootste van de dag geweest, denk ik. Denk het ook, ja. Maakt niet uit. Mannen, mooi bedankt, was lachen. Mooie vis gevangen, was leuk. Was leuk, gaan we nog een keer doen. Zeker wel. En misschien een keertje vanaf de boot kijken of we snoeken kunnen vangen. Als jij het nog aandurft, Daan. Gaan we heel erg trollen. Nee, ik hou die petten gewoon. Volgende keer, als ik met deze twee mannen op pad ga, pakken we gewoon de petten er weer bij. Doen we weer hetzelfde. Ik hoop in ieder geval dat jullie het leuk vonden. Geef even een like als je het leuk vond. Abonneer onder als je het niet hebt gedaan. Dan zie ik jullie graag aankomende woensdag om 7 terug bij een nieuwe video. In ieder geval, onwijs bedankt voor het kijken. En Sander is lang. Duimpje omhoog. Doei.